Niet omdat hij zo mooi was, maar omdat het enig is. Tot nu toe. Burnett. Benja. Ringstra dadelijk voor Wijk. Pas op Ogrinić. En de kans voor Peña, die laat het aan Rooskes. Peña dan. Zo. Die laat. Tahiri. Leemans komt er daar niet uit. En men zou dat wel kunnen doen. Arias wacht op Roosken. Die krijgt hem. Die krijgt hem wel wat laat. Voor het doel is Ogrinić. Peña pikt op. Emmen staat 1-0 voor. Dat is eigenlijk alles wat je over Emmen kunt vertellen. Kijk hier nou weer eens naar. Hij zal er oog voor hebben, Dick Lukien, want het is ook wel een liefhebber van goed voetbal. Maar dat zijn we eigenlijk allemaal wel. Als hij hier 3 punten kan meenemen, dan zal hij daar pas morgen echt aandacht aan gaan. RKC had min of meer kunnen aansluiten vandaag. Min of meer, hè. Het was nog een end geweest ook. Met die 3 punten erbij. Als je beter op daaromheen is dat altijd gevolg daarna degradatie. Dat betekent nog minder tijd voor slagveer. Pilat, de Vos, Iarie, Burnett. Die zich liet gaan. Geel kreeg en toch wel een handje van Lukien, maar die mond zich net wel even op. Geen idee wat te doen en dan loop je vast uiteindelijk. Bijl. Rooske. Ik wilde zeggen, Bos had zich langs, maar een bakboord voor Onta. Gooit het lichaam ertussen. Geen haast bij Knoester. Arias, zo. Dat was niet veel hard. Arias. Rooske. Prupp. Hoekschop. Ja, dit was echt een hoekschop. En hier is Ruben Rooske. Hij komt in de ploeg. Slagveer maakte zijn rentree. Maar heeft Utrecht er te weinig mee gedaan. Natuurlijk, het heeft kansen gehad. Goede kansen ook. Maar te weinig gescoord. Zwakke bal. Barak en met de snelheid van Abbas. Misschien wel de snelste van het stel. Troepé meldt zich. Goede bal van Abbas. Alleen Troepé doet er te weinig mee. En wordt verdedigd door Roosken. De targetman. Dan
Marines.